Een hele goede dag, dames en heren. En super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Holy shit, het is het nieuwe jaar. We hebben begonnen met vloggen en het is zo raar om de camera op te pakken en weer te gaan filmen. Ik wil in ieder geval allemaal een gelukkig nieuwjaar wensen en alvast de beste wensen. En ook dat alles uit mag komen wat je maar zou kunnen uitkomen dit jaar. Maar nu gaan we eens even lekker lunchen in de stad met Nelis. Lang niet gezien, lang niet gesproken. Maar ik heb wel echt rete veel zin in. Nelis van Melen. Smakelijk. Goeiendag, jongen. Ja, smakelijk. Even lekker eten, man. God, non, non. Het ziet echt lekker uit. Het mooie is, echt zo lang geleden dat ik heb gevlogd. En hier op het terras helemaal. Waar iedereen je aankijkt. Waar allemaal mensen zitten te kijken. En ik heb eigenlijk nog steeds volledige scheid. Maar we gaan even lekker eten, lekker lunchen. En dan, wat gaan we dan doen eigenlijk? Voor mij is het heel lang geleden dat ik achter de camera heb gestaan. Oké, okay, we gaan lekker boodschap doen, hè? Ja, precies. We gaan even lekker boodschap doen, lekker koken. Oh jongens, ik heb hier zin in. Poeh! Zo, we hebben zojuist even lekker gegeten. Hier zie je even een fotootje van het eten. Kijk dan hier, wat is dit voor zieke kookkunst, Nelis hier. Ojo. Dit is voor ons en voor de buurvrouw, denk ik. Voor ongeveer 4 dagen. Het was echt een goede handel. Maar we hebben zojuist ook eventjes... Samen, wij twee, toch Nelis? Ja. Denk ik, weet je niet wat het over gaat. Wat hebben we gedaan? Volleybalwedstrijden van vroeger teruggekeken. Want wij kennen elkaar van volleybal. Van heel vroeger eigenlijk zijn we samen gaan wezen volleyballen. Zijn we begonnen. En het is heel grappig om dat terug te zien. Dus nu zien we even een stukje dat wij vroeger volleyballen. En ik zal even een pijltje bij doen wie Niels is en wie ik ben. Ja, ik zou zeggen veel plezier met kijken. Dat ben ik. En dat is Niels. Ik heb ook iets nieuws gekocht en daar ga ik in de volgende vlog iets meer over vertellen en iets meer laten zien. Wat het nou precies is en hoe het nou precies werkt. Maar ik kan wel een kleine sneak peek geven van, ja, wat het is. En jullie kunnen waarschijnlijk allemaal een beetje gokken wat het is, als jullie mijn Instagram in de gaten hebben gehouden. Zo niet, volg me op Instagram, @vanheuvelbas. Een stabilizer. En ja, en ik ga hem even testen nu zometeen, maar ik wilde eigenlijk jullie vooral meenemen met dit. Zien jullie dit labeltje? Dit is natuurlijk super lekker om naar te kijken, dus gaan we even samen eraf halen. Ga stil zijn, want dan kunnen jullie goed luisteren. Komt-ie. Dat is zo fijn. Ik ben dan misschien nog wel een beetje ziek, maar energie heb ik natuurlijk genoeg. Ik heb namelijk gewoon super veel geslapen de laatste dagen, want ik was echt pittig, pittig ziek. Maar ik ga jullie meteen nu even uitleggen wat ik dus eigenlijk ga doen de komende tijd. Ik ga namelijk niet meer iedere dag een vlog maken. Nou ja, ik ga wel iedere dag vloggen. Maar dat betekent dus niet dat ik iedere dag een vlog ga posten. Want wat ik ga doen is 3 dagen lang vloggen in 1 video ploppen. Proppen. Dat ga ik dus doen. Ik ga ervoor zorgen dat jullie in 1 video alles te krijgen te zien van 3 dagen. In 5 minuten tijd. Dus ik ga weer terug naar de 5 minuten die ik normaal gesproken deed. Maar dan... van meer dagen in 1, zodat jullie alleen maar de leuke momentjes zien, de leuke grappige momentjes zien die ik meemaak en waardoor ik mezelf ook wat meer rust gun en dat ik dus ook meer tijd heb voor de serie die eraan gaat komen vanaf 1 februari op mijn YouTube kanaal van 8 afleveringen lang. Waar het allemaal over zou gaan, dat zullen jullie waarschijnlijk in de vlogs wel redelijk voorbij zijn gaan zien komen wat ik ga filmen daarvoor, maar dat is voor later, dus dit is een beetje het ding wat ik dus ga doen. Ik ga nog 1 keer heel duidelijk uitleggen voor de mensen die het nog misschien nog niet snappen. 3 vlogs ongeveer per week maken van 3 dagen lang. Dus eigenlijk, ik begin bijvoorbeeld op maandag, dinsdag, woensdag. Film ik, dan heb ik 1 vlog. Dan ga je donderdag, vrijdag, zaterdag filmen. Heb je weer 1 vlog. Heb je zondag, maandag, dinsdag, heb je weer 1 vlog. Dus de ene week dan, er komen sowieso waarschijnlijk elke week ongeveer 3 vlogs online. Maar dat is maar net de vraag welke dagen erin vallen. Deze vlog die nu online komt, weten jullie in ieder geval dat niet morgen de vlog online gaat komen, maar een tijdje later. En wanneer dat allemaal precies is, dat ga ik nog even bepalen. Maar dat zullen jullie allemaal op Instagram wel zien, wat dat precies allemaal gaat zijn. En welke dagen ik precies ga posten. Of ga ik voor de paarse koolkruid, of ja, paarse koolkruid. We gaan in voorin. Er zit een voorin. Yes, no.